stam slaan. Sommige straffen echt helemaal nergens op. Sommigen weten niet eens dat het niet mag. En dan krijgen we gelijk in één keer een straf. Ik vind gewoon dat de judobond echt iets aan moet doen dat die kinderen gewoon leuk moeten gaan judoën. De kinderen op het Nederlands kampioenschap voor teams hier in Nijmegen vinden de straffen dus soms wat te ver gaan. Judo is een vechtsport. De bedoeling is je tegenstander op de grond te werpen of in de houtgreep te nemen. Maar het is ook een sport met regels. Je groet je tegenstander voor en na elk gevecht. En tijdens het vechten mogen sommige acties niet. Deze worp bijvoorbeeld is verboden. Matte! En dit mag ook niet. Matte! Het is om de nek pakken. Het is verboden handeling. Mag niet. Krijg je straf voor. Of op de knieën duiken voor een aanval. Matte! Judo! Judo! Shido! Shido dus. Dat betekent strafpunt in het Japans. Er komt dan een gele kaart bij je naam op het scorebord. Als je 3 strafpunten krijgt in een wedstrijd, heb je verloren. Een paar oud-top-judoka's vinden dat kinderen te veel worden gestraft. Zoals Ruben Haukes. Hij denkt dat judoën voor kinderen daardoor minder leuk is. Het is onbegrijpbaar dat ze als ze per ongeluk buiten een mat stappen of per ongeluk in een mouw pakken of een worp maken waar ze op een knie vallen en dan wel iets echt proberen, een straf daarvoor krijgen. De kinderen op het NK in Nijmegen snappen ook niet altijd waarom ze strafpunten krijgen. Net toen ik een worp deed, als je bijvoorbeeld te snel, als je bijvoorbeeld al dit doet, krijg je gelijk als Shido. Bij zo'n wedstrijd is het wel stom als je buiten de rand wordt geduwd en dan... Shido krijgt. Jij was een wedstrijd verloren door straffen? Ja, zeker. Door 3 straffen. Dat was een belangrijke wedstrijd. Maar daar baal ik wel echt heel van. Wat deed je verkeerd dan? Ik pakte heel vaak om de nek. Wist je dat niet van tevoren? Ja, ik wist het wel, maar het ging echt per ongeluk, want ik schoot steeds door. De judobond vindt dat die straffen wel een belangrijk doel hebben. Bij judo heb je eigenlijk 2 dingen waarom we straffen geven. 1, omdat we het belangrijker vinden dat er plezier op de mat is. En de andere kant, omdat we niet willen dat je geblesseerd raakt. Toch willen ze graag in gesprek over hoe de sport beter te maken is. We moeten de sport interessanter maken door kortere toernooien te organiseren. Minder straffen, het uitjudoën van wedstrijden. Zodat kinderen ook meer speeltijd, echt een tijd op de mat hebben als ze aan wedstrijden meedoen. Nou, en daar gaan we met ze over in gesprek. En ik kijk daar enorm naar uit, want ik denk echt dat dat ons gaat helpen. En de kinderen in Nijmegen hopen in de toekomst zich minder zorgen te hoeven maken over strafpunten. Je moet gewoon de mat oplopen met het gevoel dat je iemand gaat werpen en dat je probeert te winnen. En als je dan met zulke strafjes verliest, dan dat is geen leuk gevoel voor een klein kind.